Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, het is maandag 24 augustus. Ik ben wakker geworden in het al te leuke Maastricht. En als je de vlog wil zien van wat we zaterdag en zondag hebben gedaan, dan moeten jullie even de vorige weekvlog checken, want daar zit het in verwerkt. Ik heb me klaargemaakt, ik heb deze trui aan die ik gisteren heb gekocht bij de H&M. De broek, ook van H&M. En fans. En we zijn ondertussen zijn we alles alweer aan het inpakken, want we gaan vandaag weer naar huis. Maar we gaan zo meteen eerst eventjes nog, denk ik, eventjes kijken in de stad. En dan daarna gaan we naar Roermond. Dus daar heb ik super veel zin in. Mijn ouders die zijn nu eten aan het halen voor ons. En ja, ik neem jullie gewoon mee. Let's go, we gaan beginnen met een nieuwe week. Oké, we zijn dus aangekomen in Roermond en je moet een mond... Nee. En je moet een mondkapje op in Roermond. Dus we gaan nu lekker designer shoppen, like Gucci, Louis Vuitton en zo. Super zin in! Ja, jullie hadden niet verwacht hè, dat ik de vlog opende. Maar het is nu dinsdag. Hoe laat is het? 5:05. Jezus, wat zit mijn haar leeg. 5:05 en we zitten bij Starbucks, bij het station, om onze vriendin op te halen. Die komt er dadelijk aan en ik ga jullie zo zien. Je bent een slaapt. Hi. Hi, ik ben weer herenigd met mijn tweelingzus. Eindelijk. Mijn walrusvriendin. Sowieso. En Kiaar, nog steeds. Maar Kiaar gaat zo meteen weg. En dan gaan wij pizza eten. Hier. Hierachter. Zin in! We zitten dus nog steeds bij Pavarotti. En met wie, met we, is Brett en ik. Het is inmiddels 10:50. Hoe laat gaan we weer zitten? 5:30. 6:30 of zo? 6:30, 7:30, 8:30. We zitten hier al 3 uur en een kwartier. En waarom ben ik niet scherp? Maar kijk. Hi Bretje. Hallo. Hoe is het met jou dan? Het gaat helemaal prima. Ja. Het waait en het stormt enorm en ik ben echt aan het trillen voor live. Ja, dat is goed. Maar goed, we gaan afronden denk ik. Zometeen. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is donderdag. Even kijken. 27 augustus. Het is nu 5:30 s'avonds. En ik wil het ergens met jullie over hebben. En ik ben hier echt al, ik denk al dagen, eigenlijk al een soort van weken over aan het nadenken van hoe zie ik mijn YouTube kanaal vormen. En ook aan brainstormen, voor leuke ideetjes bedenken, hoe ik het toch nog leuk kan maken. En dat ik gewoon leuke content heb voor jullie. En ook voor mezelf om er later op te kijken van, oh my god, dit deed ik op die dag. Maar het is zeg maar wel zwaar geweest, want ik heb natuurlijk onregelmatig ook geüpload met af en toe een break hier en door. Hierdoor. Met af en toe een break hier tussendoor. En ik ben wel tot de conclusie gekomen om in ieder geval te stoppen met de weekvlogs. Puur om het feit dat ik nu vandaag en gisteren niet heb gevlogd. En dat wel een soort van bevrijding voor mezelf was. En ik hoef niet eigenlijk alles meer publiekelijk te delen voor mijn gevoel. Want je krijgt altijd wel mensen die dan een oordeel over je hebben en die wil ik voorkomen, zeg maar, dat de mensen de ware ik leren kennen en niet Jamie, zeg maar, van die altijd extra is op vlogs, op de video's. Maar dat betekent niet is dat ik helemaal ga stoppen met YouTube, zeker niet, want YouTube is echt mijn passion. Het video's maken vind ik echt heel erg leuk om te doen, dus ik stop niet met YouTube, maar ik neem even een korte break.
Ik weet niet voor hoe lang. En ik denk dat ik ook af en toe lossere vlogs ga maken in plaats van weekvlogs. Of bijvoorbeeld vlogs dat ik wegga met vrienden en dat soort dingen. Maar de weekvlog stoppen, en dat vind ik zelf heel jammer. Maar het is voor mij het beste om te kiezen. En ik hoop dat jullie deze beslissing ook goed vinden. Tuurlijk, want als ik me er zelf niet prettig bij voel, dan is het voor jullie ook niet leuk om naar te kijken. Dus bij deze sluit ik voorlopig de allerlaatste vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden alsnog om naar te kijken. Doe die duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hieronder, want dan mis je geen enkele video in de toekomst. En dan voor nu wens ik jullie een fijne dag verder, of avond, of wanneer je deze video kijkt. En ik zie jullie snel weer. Doei!